Hey allemaal, vandaag... Oh, wie doet het nu? Ik sta ook zo raar. 3, 2, 1. Hey allemaal, doe je nou niet mee? Oh, sorry. Ik was helemaal uitgetuned. Hey allemaal, vandaag hebben we weer een superleuke video voor jullie. We gaan namelijk kleine dingen vertellen die eigenlijk superbelangrijk zijn voor je paard. Ja, dus dit zijn dingen die je echt niet moet vergeten. Blijf kijken. De allereerste belangrijke tip is iets waar ik zelf... Als ik dit ja. Vind ik verschrikkelijk. Je ziet het heel veel op manege, maar ook gewoon wel omdat kinderen het ook nog niet weten. Dus alsjeblieft jongens, neem deze tip mee als jij naar je pony gaat. Je ziet het ook bij oudere mensen, hè? Echt op TikTok en op Instagram. Oké, mensen die niet hun dekjes in de kamer van je zadel trekken. Je hebt dus een paard en je hebt een zadel. En je hebt echt helemaal geïnvesteerd in een passend zadel en het is helemaal perfect voor jouw paard. Maar dan vervolgens laat je dat dekje zo op deze manier op dat paard liggen. Het lukt bijna niet bij dit. Nou, het lukt bijna niet eens. En dan zie je dat als je zo gaat rijden, dan drukt dit dekje heel erg op de schoft van je paard en op de rug van je paard. En dat kan zelf zo hard gaan drukken, zeker als je er zelf ook nog bovenop gaat zitten, dat je daar dus echt een drukplek van krijgt. En dat kan dus ook aan de achterkant van je zadel gebeuren. Dus dan kan je nog zo'n duur zadel hebben, nog zo'n perfect passend zadel. Je kunt gewoon drukplekken krijgen van een verkeerd passend dekje. Dus als je je dekje hebt liggen en je zadel erop, zorg er dan voor dat je altijd even dekje omhoog trekt. Dat dekje omhoog trekt in de kamer van je zadel. Dus dat die echt de vorm van je zadel volgt. En als je een goed dekje hebt, dan heb je ook een beetje zo'n boogje erin. Je hebt ook heel veel dekjes die helemaal recht lopen. En die zakken uiteindelijk gewoon zo op de schoft. Zorg echt dat je een dekje hebt met zo'n boog erin. Ja, dus echt zo'n wat echt paard volgt. Ja, precies. En je hebt ook echt dat als je dan, nou, als dat dekje dan zo helemaal op die schoft blijft liggen, dan kun je je hand er niet eens meer onder trekken. Ja. Dan, dat drukt zo ontzettend hard dat je moet er echt op letten. Dat is echt super belangrijk. De volgende grote tip is: krap je hoeven ook uit na het rijden. Ja, iedereen die zet natuurlijk voordat hij gaat rijden zijn paard netjes neer en gaat zijn paard poetsen en zijn hoefjes uitkrabben. Dat weet iedereen wel. Maar het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je ook na het rijden de hoeven uitkrapt. Want stel je nou voor dat je op buitenrit bent geweest of er lag misschien een steentje op weg naar de buitenbak of op weg naar de binnenbak. Dan zit dat steentje in die voet en dat kan best wel heel erg gaan irriteren. En ja, als je dan de volgende dag pas weer de hoeven uitkrapt, dan heeft dat paard dus 24 uur met een steentje in zijn voet gezeten. En dat is natuurlijk helemaal niet lekker. Nee. Daar kun je echt blessures van krijgen. Dus je moet ook echt nadat je paard ergens van terugkomt, na het rijden, na de bed ook, altijd even de hoeven uitkrabben. De volgende tip is waar ik me echt ook aan irriteer. Nou heeft Leen niet zo'n mega grote voorpluk, maar als je paard echt een huge voorpluk heeft, dan vind ik het dus echt super vervelend. Kom ik niet aan jou, Gilles? Ja. Goed zo. Als mensen... Oh, Leen, sorry. Als mensen dus, dan doe je dit zo om. Kijk, en dan zie je die manen zo. Kijk, en dit zit niet mooi, dat is al één ding. Maar ook als jullie hier achter dadelijk kijken, zie je gewoon dat die haren helemaal dubbel zitten. En dat is ook en pijnlijk voor het paard, want dan moet je nagaan als je een strakke staart in hebt. En je voelt altijd twee van die plukjes, dat heb je ook wel eens denk ik, hè, die dan heel strak zitten. En dan krijg je gewoon echt hoofdpijn. Je voelt van dan ook zo'n haar die zo wordt uitgetrokken door je staart. Ja. Pijnlijk. En paarden hebben dat dus ook. En ook de drukverdeling achter de oren is nu ook gewoon totaal niet fijn. Waardoor ze ook wondjes kunnen krijgen en gewoon vervelende drukplekken. Dus dat is, wil je absoluut niet. En dan een tipje voor mij. Heeft jouw paard wel een flinke bos manen? Ik moet hem dadelijk bij Leen weer even knippen. Dan noemen ze dat het derde oor. Dat is net het stukje achter het hoofdstel. Dat scheer je dan weg. Daar hebben ze eigenlijk, ja. Dat is gewoon puur zodat je de scheiding kunt maken tussen de voorpluk en de maan. Ja, dus je kan of de scheiding zo maken. Dus dat echt dat je goed de verhaartjes eronder vandaan haalt. Dat echt goed netjes dit allemaal plat zit. Dat je geen vervelende irritaties krijgt. Of je kunt een heel klein stukje wegscheren dat het dan gewoon netjes blijft zitten. Ik scheer het ook altijd weg. Ja. Maar bij de manege mag dat vaak niet. Dus dan moet je echt gewoon een mooie scheiding maken waar dan mooi het hoofdstel in kan liggen. Heel belangrijk. Jij? Een volgende tip. Iets wat heel veel mensen vergeten, zeker op maneges. Dus als jouw manege dit wel doet, is dat natuurlijk hartstikke goed. Het schoonmaken van het bit nadat je paard zijn hoofdstel heeft omgehad. Ja. Dit ging even iets minder soepel dan wat we dat van tevoren hadden bedacht. Leen, ik doei.
Nou, dat is natuurlijk super belangrijk, want een paard moet natuurlijk heel de dag eten. Dus er blijven gewoon heel veel etensresten in de mond zitten. Als je dat dus niet schoonmaakt, gaat dat dus helemaal hard worden. En dan de volgende keer als je weer gaat rijden, zitten al die harde stukken erop. En als je dat weer in het mond van je paard doet, ja, dan krijgen ze daar gewoon wondjes van. Dus dat wil je absoluut niet hebben. En het makkelijkste is eigenlijk als het direct uit de mond komt, want dan is alles... Oeh, zag je dat? Is alles nog gewoon een beetje kleverig en nat. Dus hoef je het eigenlijk maar gewoon onder de kraan te houden. En ja, het is misschien niet het lekkerste werkje, maar toch even met je nagels alle viezigheid eraf krabben. En dan pas weer schoon in de kast hangen. Kijk, en dan gewoon zo alle viezigheid eraf halen. En ik doe het dan ook altijd nog met een handdoekje, omdat ja, je handen zitten op een gegeven moment ook onder. Pak ik hier een handdoekje. En zo voorkom je gewoon echt wondjes in de mond van het paard. En dat wil je absoluut niet. De volgende hele belangrijke tip is: laat je zadel op tijd controleren. Zeker minimaal 1 keer per jaar. Even controleren bij de zadelpasser of je zadel nog goed is. De meeste zadels, niet meer allemaal tegenwoordig, zijn gevuld met een soort ja, vulmiddel, een soort schapenwolachtig. En omdat dat dus echt een natuurproduct is, kan dat gedurende het jaar een beetje gaan samenpakken. Zeker als je paarden hebt die heel veel zweten. Dat is dus bijvoorbeeld bij Halloween. Die zweet superveel, waardoor eigenlijk altijd de onderkant van mijn zadel een beetje vochtig wordt. En daardoor gaat die vulling een beetje samenplakken. En dan, als je dan aan die kussens voelt, dan voel je dat dat niet meer helemaal mooi zacht en soepel is. Dat er een beetje bultjes inkomen. En ook dat die kussens wat plat worden. En dat kan ervoor zorgen dat je zadel een andere pasvorm krijgt en dat die daar dus niet meer goed... Dat kan ervoor zorgen dat je zadel op een gegeven moment niet meer goed past. Dus zeker 1 keer per jaar, ik doe het zelfs 2 keer per jaar omdat ik weet dat het bij mij nodig is, je zadel laten controleren door de zadelpasser en even laten bijvullen als dat nodig is. De volgende tip die ook echt vaak vergeten wordt is de onderkant van je zadel. Esther heeft het net inderdaad al verteld, maar de onderkant van je zadel moet ook echt goed verzorgd worden. Dus het is niet alleen maar de bovenkant van je zadel poetsen, maar ook de onderkant van je zadel. Je mag gewoon lekker ingesmeerd worden en de zijkant natuurlijk ook. Misschien deed je dit al, maar ik hoor echt veel mensen die hier niks van af weten. Dus. Ik kreeg dus de laatste keer bij mijn zadelcheck op de kop van de zadelpasser dat ik te weinig had schoongemaakt aan de onderkant. Echt vet smeren op van die wolkussens. Daarvan zeggen ze van ja, dat trekt dan te veel in de vulling. Dus echt olie en zo, dat zou ik niet te veel doen. Maar gewoon een goede verzorgende zadelzeep. Ja. En daar af en toe even, het hoeft niet elke keer, de onderkant goed mee schoonmaken. En zeker ook de onderkant van je zweetbladen. Daar kan wel gewoon olie op. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Als je niet goed weet hoe je daarvoor moet zorgen, hoe dat moet, vraag het dan even aan je zadelpasser, want die heeft echt de beste tips. Klopt. De volgende belangrijke tip is... het plannen van de gezondheidsroutine van je paard en echt op tijd, zodat je dingen niet vergeet. Dus ik doe het echt voor elk jaar. Dus in januari dan plan ik het voor het hele jaar. En daarmee bedoel ik de gezondheidsdingen die een paard elk jaar standaard heeft. Dus voor mij is het dan bijvoorbeeld het inenten. Halloween die moet 2 prikjes per jaar, want dat is omdat hij een internationaal paspoort heeft. En dat is altijd in februari en in augustus. Nooit een maand later en nooit een maand eerder, want het moet per se elke 6 maanden. Het wordt gecontroleerd ook op wedstrijden, dus je wordt ook echt gepakt als je dat fout doet. Ja, dus dat moet je echt goed van tevoren inplannen. De tandarts die plan ik ook altijd elk jaar in. Dat is in dezelfde maanden bij mij als het enten. Dus ook echt elke 6 maanden, nooit anders. De hoefsmid is elke 7 tot 8 weken. Dus dan maak ik een afspraak. En als ik dan bij de hoefsmid ben, dan plan ik op dat moment al een volgende afspraak voor over 7 of 8 weken. En bij mij gaan ze ook 4 keer per jaar naar de fysio. Dus zo ben ik dus nooit te laat en hoef ik nooit ergens te haasten. Vergeet ik ook nooit geen inenting. Ik heb dat precies hetzelfde dus. Ja. Dan zijn we alweer aangekomen bij onze allerlaatste, ja, wat je echt eigenlijk niet moet vergeten. En de laatste is een beetje een persoonlijk dingetje. Het is een heel persoonlijk dingetje voor het paard. Ja. Dit geldt eigenlijk alleen maar als je een ruin of een, nou ja, bij hengsten valt sommige hengsten, daar moet het bij, maar bij de meeste niet. Ruinen en hengsten die hebben natuurlijk een geslachtsdeel. En die zitten bij ruinen en hengsten in een koker. Dat is een soort hoesje waar ze inschuiven.
En de cameraman moet heel erg hard lachen. Maar dit is, nee jongens, dit is een serieuze zaak. Dit is serieus, dat kan heel gevaarlijk zijn. Nee, dit is echt heel belangrijk. Luister even. Luister even, dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je dat schoon houdt. Want er kunnen daar dus ja, een soort balletjes viezigheid in die koker gaan zitten. Dus dat zit en dat echt, stinkt ja, echt in de buik van enorm, de paard. Ja. En daar kunnen, ja, daar kunnen echt helemaal balletjes worden. En dan kan een paard super veel last van hebben. Dus op stal, maar ook vooral met rijden en als je moet bewegen als hij buiten in de wei staat. En met plassen zelf natuurlijk. Ja, en met plassen zelf kan dat echt pijn doen bij een paard. Heel erg belangrijk dat je dat af en toe een keer, ja, hengstje bijt, dat je dat af en toe schoonmaakt. Hoe je dat precies moet doen, kun je het beste vragen aan de dierenarts als hij op bezoek komt. Dus als jij... Ah, hij weet in mijn bil. Auw. Heb je dus een ruim, zeker... Ja, hengst is dus minder... Waarom bijt jij haar? Heb je dus een ruin... Ja, bij sommige hengsten is het dus nodig, maar ja, bij niet bij allemaal. Vraag dan even aan je dierenarts, als hij dus bijvoorbeeld komt voor het inenten, hoe je dat dan het beste moet schoonmaken. Er zijn allerlei verschillende maniertjes voor en niet elk paard heeft daar dus ook ja, last van. En ja. Daar moet je het echt bij schoonmaken. Sommige paarden moeten dat echt heel vaak. Ja, en ook... Opletten, ga er niet zelf mee lopen klooien, want het kan ook wel gevaarlijk zijn, want je hangt er natuurlijk wel onder. Dus, ja, dus ben ook alsjeblieft voorzichtig. Vraag aan de dierenarts hoe je dat moet schoonmaken en of het bij jouw paard nodig is. Maar weet in ieder geval dat dat kan. En als je paard bijvoorbeeld ja, echt irritatie heeft onder zijn buik of hij bijt er vaak naar of hij trapt er vaak naar, hou dan in je achterhoofd dat dat het misschien zou kunnen zijn. Dus ik weet dat ik het bij Halloween moet doen. Bij Parino hoef ik het nooit te doen. Bij Bing moet ik het ook doen. Ja, bij Halloween bij Jantje niet, want dat is nog een hengst. Ja, die houdt hem zelf schoon. Die heeft er niet zoveel. Hengsten hebben er minder vaak last van dan ruinen. Want hengsten die ja, laten af en toe even hun geslachtsdeel luchten. Ja. En daardoor blijven ze gewoon wat beter schoon dan bij ruinen. Ja, oké. Okay, ja, is raar klaar nu. Hebben jullie nou iets gehad aan deze tips? Laat het dan zeker weten in de reacties. En misschien maken we dan wel een deel 2. Want dit zijn echt nuttige dingen, jongens, waar iedereen... Ik word nou een beetje bang, hè? Ja. Waar je je echt aan moet houden. En er zijn echt nog veel meer dingen, toch, Esra? Ja, er zijn echt nog zoveel tips om goed voor je paard te zorgen, beter voor je paard te zorgen. Als je zelf nog iets hebt waarvan je echt denkt van... Nou, ik snap niet dat jullie dat in deze video niet hebben verteld. Laat het dan hieronder achter in de comments. En we zien jullie volgende week weer. Doei! Doei.